Kasse Oorthuis laat hier het nieuwe Amersfoort zien. Mannen op een Solex passeren nieuwe flats aan de Surinamelaan. Een vrij tijdsbeeld. Let op de kleding, de hoeden en de lange jassen. De spelende kinderen op straat. Je herkent dat Kas Oorthuis het juiste moment afwachtte om de foto te nemen. Kijk maar eens naar de bocht die de man met zijn Solex inzet om af te slaan naar vermoedelijk zijn woning. De lege straten en de jonge beplanting laten de nieuwe wijk langs de Surinamestraat zien, vlakbij het Borneoplein. De foto is in 1959 genomen. Het nieuwe Amersfoort, de na de oorlog verrezen moderne woonwijken, voldeden aan de behoefte om uit het centrum weg te trekken. Toen was men nog trots om in deze nieuwe wijk te wonen. Fred Oosterhuis laat ook het nieuwe Amersfoort zien, anno nu. Met zijn studie Algemene Bouwkunde en de latere vakopleiding Fotografie heeft Fred Oosterhuis zijn twee liefdes gecombineerd als bouwkundig fotograaf. In dit beeld van de Kruiskamp herken je de interesse van Fred Oosterhuis voor gebiedstransitie, het duurzaam en efficiënt gebruik van ruimte en landschap. De foto laat zowel het nieuwe Amersfoort op de achtergrond zien als de afbraak waar nieuwbouw tussen bewoning geïntegreerd zal worden. Zelfs in deze zwart-wit foto zie je de handtekening van Saskia Boelsems. De sterke verbondenheid met de Hollandse traditie van landschapsschilders. Zoals Saskia de intensiteit van het licht en de dreigende luchten in beeld brengt, doet je meteen aan de oude Hollandse meesters denken. De landschapsfoto's van Saskia Boelsems zijn meestal in kleur en haar kleuruitdrukking ondersteunt die verbinding. Maar met deze opmerkelijke zwart-wit foto laat Saskia zien dat ze het kleurenpalet daarvoor niet nodig heeft. Het dreigende spanningsveld wat zij weten creëren tussen zwart, wit en grijs tinten doet ook hier de kijker aan een schilder zoals Jacob van Ruisdael denken. De liefde van Keke Keukelaar gaat uit naar het portretteren van met name schrijvers met wie ze een grote liefde deelt voor taal en literatuur. Haar portretten zijn sober. Ze probeert een combinatie van integriteit, kracht en kwetsbaarheid vast te leggen. Maar het moet niet een te gemakkelijke foto zijn. Een spanningsveld of ongemakkelijkheid mag zich tonen. Wanneer je naar de foto van Maartje Wortel kijkt, zie je natuurlijk dat ze bewust is van de camera. Maar ook dat ze via haar ogen een afstand wil behouden. Ze geeft niet toe. Nicoleta Gábor is geboren in Oradea, Roemenië, in 1972. Ze fotografeert instinctief en met een hoge mate van gevoeligheid voor oprechte beelden. Met haar beelden wil ze ons iets laten voelen, iets laten ervaren. Je valt vanzelf in een stille aandacht als je haar beelden ziet. En wie weet word je door haar foto's geïnspireerd om die stille aandacht in het dagelijks leven mee te nemen. Die intentie die Nicoleta Gábor ons hoopt mee te geven, verwoordt zij zelf als: het zou mooi zijn als we wat stiller, aandachtiger en op een meer dankbare manier naar onze wereld en elkaar zouden kijken. Zonder gevoeligheid waren we slechts stof en schaduw. Wanneer we het Rietveldpaviljoen naderen, wapperen de banieren met de afbeelding van Lady of the Tower ons als welkom tegemoet. Martijn Fransen creëert met kleine stukjes fotomateriaal een nieuwe werkelijkheid en creëert zo dromerige, surrealistische beelden. We kijken hier naar Lady of the Tower, een schilderachtig, dromerig, bijna surrealistisch beeld. Misschien bestaat de foto wel uit meer dan 80 lagen. De reactie van de kijker is meestal: wat is dat knap gemaakt?
Bijzonder hoe Martijn een verbinding legt tussen het klassieke ambacht van de schilderkunst en de digitale mogelijkheden van de moderne beeldende kunstenaar. De olifant verwijst naar 22 mei 1948. De opening van de Amersfoortse dierentuin. Als stunt heeft toen een olifant door het centrum van Amersfoort gewandeld. En ziet u de kleine roodharige kat? Met een humoristisch knipoog plaatst Martijn soms zichzelf en vooral zijn kat in de foto. De foto nodigt onze aandacht uit om lang in het beeld te verblijven en steeds weer wat nieuws te ontdekken. In het Rietveldpaviljoen hebben van de Braziliaanse fotograaf Rogério Reis een prachtige collectie uit zijn portretproject van het carnaval in Rio de Janeiro. Het carnaval wordt grotendeels georganiseerd door de inwoners van de favela's, de krottenwijken van Rio. Wij denken bij het Braziliaanse carnaval aan kleurrijke feestelijke beelden vol muziek en dans. Rogério Reis richt zich echter op de rafelranden van het straatcarnaval, wat bijdraagt aan zijn fotografische werk als sociaal activist. Geen explosie van kleuren dus, maar personages in zwart-wit. Een zeldzame collectie van hoe de mens zich kan uitdrukken. De intentie van Rogério is dan ook om ons beelden te tonen die de inventiviteit, fantasieën en creativiteit van de feestvierers laat zien. Met gewaagde materialen, met de nadruk op overdrijven en overdaad, waarin de stem van durf ligt, de moed om te overtreden, de omkering van waarde. Opvallend is ook het doek als achtergrond in deze serie. Deze neutrale achtergrond benadrukt de weergave van alleen de persoon, geselecteerd uit de feestvierende massa. Rogério isoleert de feestvierders uit de context en maakt hen op zijn podium voor het doek tot hoofdspelers van het toneel. Voor Rogério is de context niet nodig. Zo valt de boodschap die wordt uitgedragen veel meer sociaal dan ethisch op. Zo focust hij hier de aandacht op de LGTB-gemeenschap.